Al een aantal weken zijn een aantal firma's bezig voorbereidingen te treffen om de Kerkstraat een opknapbeurt te geven in de vorm van de nieuwe bestrating. Met man en macht wordt gewerkt om het op tijd klaar te hebben. Het begin van de nieuwe bestrating en de totale afwerking zal beslist nog wel even op zich laten wachten.